Kijk, de seniorenbelang behartigt alle belangen van alle senioren in Uden. En niet alleen van de leden van bonden, maar van alle senioren in Uden op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Veilig verkeer en ik. Wat wordt hiermee bedoeld? Nou kijk, senioren nemen gewoon deel aan het verkeer. Maar senioren zijn ouder en zijn vaak al wat, laat zeggen, minder soepel als een jeugdige. Bovendien is het verkeer ingewikkeld, hè, ingewikkeld geworden. En er zijn allerlei soorten verkeersdeelnemers, het gaat snel enzovoort. En om nou goed en veilig in het verkeer deel te kunnen, aan het verkeer deel te kunnen nemen, dus je goed en veilig in Uden te voelen wat dat betreft, moet je goed weten hoe je moet handelen als je voetganger bent, als je fietser bent, scootmobieler, automobilist, misschien nog wel brommerrijder of wat dan ook. Ja, om dat allemaal nou goed te doen en dat dat veiliger gebeurt, daarom heeft Seniorenbelang bedacht namens de gezamenlijke ouderenbonden een training te organiseren waarin dieper ingegaan wordt op het verkeersregels, verkeerssituaties en eigen verkeersgedrag. Want je kunt er zelf heel veel aan doen dat je eigen verkeersgedrag goed is en beter wordt. Trudy van Langveld, eigenaar van verkeerskundig adviesbureau Traffic Tools. U gaat de cursus geven. Ja, SBU heeft mij ervoor benaderd om iets voor het verkeer voor senioren te gaan bedenken en te ontwikkelen. We hebben samen het programma bedacht. In eerste instantie het programma voor de algemene middag, die vorige week woensdag is geweest. En als vervolg daarop gaan we een training doen van 4 dagen. Ja, en dat gaan jullie in februari organiseren? Ja, 4 woensdagen, alle 4 woensdagen van februari, is er 's ochtends en 's middags een cursusdeel. Hè, en dan kun je, het zijn 2 groepen, kunnen deelnemen. De ene groep 's ochtends, de andere groep 's middags. Cursussen van 2,5 uur, waarin die verdieping van Udense situaties, met name ook Udense situaties waar je gebruikt, over verkeer, om die te bespreken, te belichten. En niet alleen de regels, maar ook de regels. Ook een onderwerp als bijvoorbeeld rijbewijs verlengen kan aan de orde komen. Maar ook andere adviezen waar je zelf behoefte aan hebt om iets van. Maar wat houdt er nou precies in? Want we staan nu op deze plek. Zijn er meerdere plekken in Uden waar iets mee aan de hand is? Dit is wel vernieuwd waar we nu staan op de rotonde. Wat is hier nou mis mee? Nou, mis mee, dat is een heel groot woord. We hebben met Seniorenbelang bekeken van ja, wat willen we nou de senioren gaan aanbieden. Want als je alleen de theorie gaat opfrissen, dat wordt alleen voorzien. Hè? Als mensen deelnemen aan Broem, kunnen zij vervolgens ook deelnemen aan een opfriscursus. Dus wij willen eigenlijk iets meer bieden. En dat is dan vooral verdieping. Niet alleen over de verkeersregels, maar ook over achtergrondinformatie. Waarom worden regels zo bedacht? Als mensen begrip hebben en bewustzijn van hoe het in elkaar steekt, dan zijn ze vaak ook meer bereid om het na te leven op te volgen. En de situatie hier achter ons, deze rotonde, is nieuw. En daar zitten wat lastige punten in. Wat zijn die punten dan? Nou, als je hier kijkt dat je bijvoorbeeld de fietsers van 2 richtingen hebt, dat is niet altijd gebruikelijk bij een rotonde. In Veghel wel, daar zijn ze heel vooruitstrevend met rotondes, maar voor Uden niet. En onze rotondes zijn ook niet allemaal op dezelfde manier uitgevoerd. En als iets niet universeel is, ja, dan wordt het natuurlijk een beetje lastiger. En dat willen we met de training gaan doen. Niet alleen die theorie opfrismomenten, maar ook kijken van God, wat hebben we in Uden op de weg liggen. Wat zijn de nieuwe situaties, hoe zien die eruit en hoe gaan deelnemers daarmee om? Senioren zijn niet de meest gevaarlijke in mijn ogen, maar wel de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. En daarom is het wel heel belangrijk om er extra aandacht aan te schenken. Want er is heel veel wat zij zelf kunnen doen om een veiligere weggebruiker te blijven. En uit de cijfers is helaas gebleken dat de senioren, of het aantal dodelijke slachtoffers en zwaar gewonden onder senioren is toegenomen vorig jaar. En met name de senioren op de fiets, die zijn een stuk omhoog geschoten. Ja, en dat is toch wel zorgwekkend. En als u zich wil aanmelden, dan kunt u bellen met telefoonnummer 0413 26 99 63 of via de e-mail voorzitter@seniorenbelangude.nl.